De Haagse hoop in bange dagen. Herman Cenk Willink gaat als nieuwe informateur proberen de vastgelopen kabinetsformatie op de rails te krijgen. Een gigantisch karwei, maar de minister van Staat heeft al vaker met het beltje gehakt. Hij is iemand die die democratische rechtsstaat grote waarden toekent. En hij kent de waarden daarvan, die kent hij ook. En daar zal hij zijn gesprekspartners, als dat nodig is, mee confronteren. Hij heeft verschillende kabinetsformaties. Daar is hij al informateur geweest. Het is een man met een enorme kennis. Met een groot gevoel voor onze democratische rechtsstaat. Hij zal de juiste vragen stellen. Hij zal ervoor zorgen dat de onderwerpen waar het om gaat, dat die aan bod komen. En daarom, eigenlijk is hij de enige man die dit op dit ogenblik moet doen. Ben je het eens met Job Cohen? Ik ben het er helemaal mee eens, ja. Ja, hij is de enige man die het op dit moment vlot kan trekken. Nou ja, het is wel zo dat we niet zoveel mensen hebben die met zulke afstand naar de politiek staan en toch gewoon die hele politiek heel goed kennen. En dat overheidsapparaat, die machinerie van die ministeries. En die ook nog eens weet dat er iets mis is tussen relatie burger-overheid. Ja, toch is het natuurlijk eigenlijk, het is wel een PvdA'er, maar is zijn signatuur dan niet dusdanig aanwezig dat overschaduwt? Ik vind het niet een uitgesproken partijpoliticus. Helemaal niet eigenlijk, nee. Nee. Twee weken geleden betwijfelde Cenk Willink, inmiddels al 79 jaar oud, of hij wel de juiste man op de juiste plaats is. Het is volgens mij armoede als je moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen. Hoe leuk dat misschien ook is voor die 79 jaar voor één dag. Maar het is niet goed. Armoede noemt hij het. Is dat de valse bescheidenheid of überhaupt bescheidenheid? Of heeft hij misschien ook wel een punt? Nou, hij heeft geen punt, vind ik. Want het is juist goed dat mensen op hun wijsheid en kennis worden beoordeeld en niet op een label van leeftijd of zo. Hij kan het, hij wil het. Het is niet zo dat hij 4 jaar geleden beter ervoor stond, zal ik maar zeggen. En je ziet ook aan hem gewoon, hij volgt het op de voet. Dus, Hij wordt ook wel de onderkoning genoemd. Hij heeft een goede band met het koningshuis. Je zou kunnen zeggen dat we misschien weer een beetje teruggaan naar hoe het was hiervoor. Dat de koning nog of koningin betrokken was bij de formatie. Wat zegt deze keuze u? Nou, dat het een hele amabele man is met heel veel ervaring. En het is belangrijk dat de mensen die nu door moeten het ook in handen kunnen leggen van iemand die heel veel ervaring heeft en heel genereus is en toch wel heel kritisch. Want hij heeft natuurlijk vorige keer niet alleen die informatie gedaan, maar hij heeft vorige keer ook een heel kritisch stuk geschreven over die relatie overheid-burger. En ja, daar zal hij ze ook wel weer voor op de grill leggen. Op een hele vriendelijke manier. Op de grill op een vriendelijke manier, dat is toch mooi. Ja, het woord wat we de laatste weken veel horen is tegenmacht. Macht en tegenmacht. Hoe zal Cenk Willink dat proberen of kunnen bespreken met alle mensen? Nou, ik dacht zelf in elk geval dat het een hele mooie titel zou zijn voor het nieuwe kabinet. Macht en tegenmacht lijkt me prima motto, dus daar hoeven ze niet meer over na te denken. Kijk, bij deze. En dat kan Cenk Willink dan ook als thema voor zijn onderzoek naar de coalitiemogelijkheden gebruiken. Maar goed, dat gaat natuurlijk ook gewoon over de inhoud. Waar willen we naartoe? Ja. En dat is mij ook nog niet helemaal duidelijk, want het politieke landschap is natuurlijk niet echt dat je zegt van het gaat één kant uit. Nee, het wordt een lastige klus. Zelf heeft Cenk Willink eerder ook gezegd, ik wil inderdaad echt kijken naar die onderwerpen en op basis daarvan kijken. Dus vragen wat zijn volgens jou de belangrijke thema's, kijken wie er dan bij elkaar passen. En dan halverwege de formatie het voorlopige regeerakkoord in een Kamerdebat voorleggen. Wat vindt u van dat plan van hem? Nou, regeerakkoord, dat is een beetje vroeg hoor. Dat is ook meer een zaak voor de volgende informatieronde. Hij brengt een beetje een kaart van wat zijn de mogelijkheden. Ja. Maar het was zijn voorstel om dat dus eventueel op langere termijn te doen, om het dan voor te gaan leggen aan de Kamer. Ja, nou dat is eigenlijk sowieso al de gewoonte geworden de laatste jaren. Sowieso iets wat trouwens beter zou moeten worden vastgelegd, die hele procedure. Want volgens mij snapt de helft van de bevolking snapt het niet, maar de helft van de Tweede Kamer snapt het volgens mij ook niet helemaal. Dus een beetje beter beschrijven hoe die procedure is, lijkt me ook belangrijk. Ja, is dat zo? Ja, absoluut waar. We hebben de koning eruit gehaald en gedacht dat we in de politiek dat wel gaandeweg konden ontwikkelen. Nou ja, je ziet het dus, het is dus misgegaan gewoon. Ook moeten we dat met elkaar constateren.
Dus nu opnieuw starten en ook meteen goed beschrijven hoe je dit wil doen, dat iedereen daar ook houvast aan heeft, ik denk dat verstandig is.